Samen in Beeld TV gaat op bezoek bij bedrijven in en rond Eemsmond en klopt aan met de vraag: wat gebeurde er? Nou, een heleboel, maar voornamelijk autorecycling. Mogen we even binnenkomen? Jazeker, kom verder. Nou, het proces begint hier. Zodra een auto bij ons binnenkomt, wordt er een selectie gemaakt van wat de eindbestemming is van de auto. Elke auto die bij ons binnenkomt, daar moeten 6 stickers op. Dat zorgt ervoor dat de auto traceerbaar is tot aan de shredder. Nou, op zo'n sticker staat een streepjescode, het kenteken van het voertuig, het type auto en het bouwjaar. En we kunnen niet alleen onze medewerkers zien wat voor auto het is, zodra de nummerborden eraf zijn of een halve auto betreft. Maar dus ook ARN, Autorecycling Nederland, waar we bij aangesloten zijn. Die weten precies welke voertuigen naar welke shredder gegaan zijn. De shredder is een recyclebedrijf eigenlijk. En die, de naam zegt al, die shredderen eigenlijk de hele auto. Dus die versnipperen een auto. Kun je nou beginnen met de accu? Een accu is dus ook een product wat heel goed recyclebaar is. Hij testen hem altijd eerst even of de accu nog goed is. Nu halen de wielen eraf. Nou, dit zijn nog complete wielen. Zodra ze bij het bandenapparaat liggen, dat is op zaterdag wordt dat gedaan, worden de banden van de velgen gescheiden, waarbij je dus het goede rubber en het goede metaal als schoon product af kan leveren. Zodra de accu eruit is, de nummerplaten eraf zijn, de wielen er onderweg en het koelvloeistof en het ruitenwisselvloeistof eruit zijn, gaat de auto op de vloeistofbrug en daar zullen de restanten, dus de oliën, de brandstoffen en de koude middelen eruit gehaald worden. De brandstoftank, daar wordt een gat in geboord door middel van een konische boor. En zo kan je gelijk zien dat de brandstof begint te lopen. Het vuile brandstof wordt opgeslagen in een vuil brandstofcontainer. En bij 1500 liter zal dat afgevoerd worden naar een brandstofrecyclebedrijf. Arjan zal beginnen met het glas uit de deur eruit te halen. Zodra de auto hier in de recyclestraat staat, zul je zien dat de glas, de gordels, in principe alle recyclebare producten die er snel uit te halen zijn, eruit gehaald worden. Deze kantelbrug hebben we zelf ontworpen. Die plet het eerste gedeelte van de auto door middel van het dak. Tegelijkertijd klemt hij de auto vast, zodat we de auto op zijn zij kunnen leggen. Hier zal de motor, als het goed is, uit de auto gedrukt worden. Zodra de motor los is van de auto, wordt hij uit de auto gehaald door middel van deze kabelbaan. De motor gaat hier vanaf de kantelbrug eigenlijk naar zijn laatste station. En dat is het station waar de motor eigenlijk in zijn geheel uit elkaar haalt. Nou, dit is het eindstation van de Fiat. De Fiat zal vanuit hier aangeboden worden bij diverse shredders. En dan is maar net de shredder die de hoogste prijs biedt die de auto's krijgt.
Nou, hartstikke bedankt. Ja, geen probleem. Dan hoor ik wat hier gebeurt. Helemaal goud. Tot ziens.